kritiek hebben op de demissionarios. Dat grappige clubje artiesten in ons kabinet. Je zou zeggen, kritiek hebben op die club zou toch een keer sleets moeten worden. Maar nee, elke week buitelt er weer een nieuwe clown uit de nok van Circus Rutte. Cora van Nieuwenhuizen. Nee, wacht, een circusnaam. Iets wat lekker allitereert. Corrupte Cora werd deze week uit het kanon geschoten. Van minister tot lobbyist. Grote kritiek vandaag op de overstap van demissionair minister van Nieuwenhuizen. Want per 1 oktober wordt Cora van Nieuwenhuizen voorzitter van Energie Nederland. Politici lijken steeds meer op profvoetballers ook. Steeds minder clubliefde, komt er een beter financieel bod. Hup, dan ben je pleiten. Niks landsbelang. Show me the money. Het leukste was natuurlijk dat Cora dit zei. Nou, ik heb nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad met energie. Nooit iets gedaan met energie, geen enkele belangenverstrengeling. Ja, en dan is Twitter toch wel leuk, hoor. Meteen kwam journaliste Kim van Keken met voorbeelden van energieoverlegjes en nog een zonnepanelenfeestje, waar ze allemaal acte de présence gaf. Maar om dat nou energie te noemen, kortom, corrupte Cora was niet helemaal eerlijk. Om niet te zeggen dat ze tot haar ellebogen in de energiedingetjes zat. Nieuwsuur besloot het nog een keer aan haar te vragen. Ja, maar de laatste weken is het in die begrotingsgesprekken toch wel gegaan over energie. Wat heeft u dan gedaan? Liep u toen weg? Ik heb me daar beleidsinhoudelijk niet mee bemoeid. Ja, niet mee bemoeid, maar ze zat er wel bij aan tafel natuurlijk. Nuttige info in haar ranseltje te steken. Of was ze toch weggelopen uit die vergadering in Nieuwsuur? Maar liep u weg? Nee. Nou, corrupte Cora, volgens de Volkskrant is er toch niks gelukt bij je als minister. En ze was natuurlijk niet de enige, hè, die het circus verliet, hè, voice-overstem. Maar kijken we naar het huidige kabinet, dan zijn er inmiddels 3 bewindslieden die tijdens deze kabinetsperiode de overstap hebben gemaakt naar het lobbyen. Even wat geheugensteun, want er is zoveel gebeurd in de duiventil van Mark Rutte. Stientje van Veldhoven maakt haar termijn als staatssecretaris voor Milieu niet af. Wordt directeur van het World Resources Institute. Stientje, nou zeg, en deze... Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, wordt voorzitter van Nogepa, de brancheorganisatie van de gas- en olieindustrie. De gas- en olieindustrie, nou die zijn vast ook heel benieuwd naar onze energietransitie. Kijk, ik weet ook, het is niet alleen van nu brokkenpiloot en wifebeater Camille Eurlings van Verkeer en Waterstaat die naar de KLM ging. Elko Brinkman, die de bouwfraude recht moest praten en opgevolgd werd door Maxime Verhagen. Gerrit Salm met al zijn banken. En het hoeven niet eens politici zelf te zijn. Het zijn ook de benoemingen waar op zijn minst een luchtje aan zit. Toen vorig jaar bleek dat de ventilatie zo slecht was in de scholen, wie werd er aan het hoofd gezet van de taskforce? Doekle Terpstra. En wat moest de voorzitter van de Nederlandse installatiebranche, bijvoorbeeld van ventilatiesystemen, doen? Om er in ieder geval voor te zorgen dat de scholen voor wat betreft ventilatie op orde zijn met de wet en de regelgeving. Goh, en dat komt de installatiebranche vast niet slecht uit. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Weet je wie we moeten vragen voor het opzetten van een programma voor het stimuleren van meer gezonde voeding? Ik dacht zelf aan de voorzitter van de branchevereniging van Nederlandse snackbarhouders. Nou goed, Cora van Nieuwenhuizen, veel succes in je nieuwe job buiten het circus. Fijn dat je geen wachtgeld snoept. En wil je tips van een oud-politica die hetzelfde deed? Bel even lekker naar Shell en vraag naar Nebahat Albayrak. Vroeger Kamerlid en staatssecretaris, maar nu werkt ze bij Shell aan de... groene, knipoog, energietransitie. Nou, die heeft vast veel tips. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.